Met een grote esdoorn die hier stond, is ook veel fout gegaan. Met bomen die verplant zijn is veel fout gegaan. Nou is dit nog een laatste strohalm, dan kan je iets goeds laten zien. Supermooie boom. Al ziet hij nou gehavend uit, maar gaan we op een afstand staan, dan zien we dat. Ja, die heeft een hele mooie plek hier. Onwaarschijnlijk. Mooi. Zorgpunt. Dit is even niet een positief verhaal, maar volop kansen voor jonge mensen, voor oudere mensen, om hier een positieve draai aan te geven. Echt positief dat die boom het weer gaat doen. Ja. Je bent hier bij een bijzonder gebouw. Het voormalig natuurkundig laboratorium. Van Philips. Van Philips. Aha. Ik weet niet zeker, maar toch dat Einstein hier ook geweest is. Ik heb het gehoord van kloppen in. Ja. Bijzonder gebouw. En daar staat ook een bijzondere boom. Dat is deze moerassypres. Die weet ik nog van vroeger. Er stond het hek omheen. Toen. Ja. En van de zomer, toen schrok ik mezelf een ongeluk, want er was hier vlak langs de boom, dus op de rand van het fietspad, ja, was gegraven en er lagen leidingen. Was wel ludiek opgelost, want de leidingen hadden een bepaalde diepte, zeg maar 80 centimeter. En vlak bij die wortels daar gingen ze omhoog, dus om diepte gaan ze weer naar beneden. Ik denk, dat hebben ze leuk gedaan. Die lag hier puin, er was vergraven. Ja, en deze boom is bedierbaar, dus ik denk, dat gaat fout. Probeer ik ergens in de gemeentelijke organisatie te melden. Jongens, doe hier alsjeblieft iets aan, want dit gaat niet goed. Hier heeft de boombeheerder niks over te zeggen over deze boom, want die zit in bij het pakket van Strijp S en dat is een andere ontwikkelaar. Andere van de gemeente ontwikkelaar. Ja. Dat staat niet goed, toch? Het was de situatie zo zorgelijk voor mij. Voor deze boom, naar mijn inschatting. Toen heb ik wilde actie gedaan. Ik heb de boom voeding en water gegeven van de zomer. Ik denk, je moet ook altijd dingen doen voor niks, voor de samenleving. Dat heb ik hier gedaan. Weer later zie ik dat het puindek aangebracht is. Die grond daar is helemaal verdicht nu. Ik denk, ik zal toch maar weer een mailtje te huizen sturen. Dat hier iets gedaan moet worden. En er wordt dus niks gedaan. En ik weet dat er deskundigen van verschillende windstreken bij zijn geweest om hier iets voor te bedenken. En ik zie niks gebeuren. Nou, ik zie heel veel gebeuren. Ja, ik zie veel gebeuren. Je ziet, deze boom hangt vol met kegels. Ja. Vol. Zo. Alsof ze de boom afgesnoerd en met ijzerdraad. En dan kan er niet anders dan zaad kegels. Is dat omdat hij nog een laatste poging doet om te overleven? Nou, dat is vaak een mechanisme. Of dat nu zo is, ik hoop niet dat het zo is. Maar het zou ja. Ik hoop het niet. Het is wel een mooie. Ik vind het onwaarschijnlijk. Het is zo'n bijzonder gebouw wat hier is. En wat we dan. De hele Strijp S heeft zoveel aandacht. Groen heeft zoveel aandacht. Ja, toch? Maar Tom, het is ook niet eenvoudig in zo'n stad. Nee. Er zijn zoveel belangen die je moet dienen. Ja. Schoolwerk om hier goede regie te voeren, om een goede foto's te blijven maken. Ja, dat er telkens maar weer mensen zijn die zorgen dat die mensen die verschillende foto's maken, toch een goed samenwerken. Ja, maar de balanceren met al die leidingen. Aan kunnen worden om wel de boom te ontzien bij het ontzettend. Ja.